Koningsdag 2024 in Listkwartier. Supergezellig, band speelt, allemaal vrijmarkten, spelletjes. Dala, de kunstenares natuurlijk. Gezellig. Wat een tof outfit heb je aan. Dankjewel. Ja. En waarom ben je als kip verkleed vandaag? Gewoon voor de leuk. Ben jij kunstenares? Ja, ik wil wel later kunstenaar worden. Kijk, je kan naar Parijs gaan, maar je kan ook gewoon in Listkwartier beschilderd worden. Kijk eens, wat zien we hier allemaal? De koning en de koningin, mijn vader, mijn broer en mijn poes, ik en mijn oma en mijn moeder. Kijk eens. Ik krijg het mee in een envelopje. Mee in een envelopje? Ik wil naast het gezicht houden, zodat we ons kunnen vergelijken. Wat? Ja. Oeh. Nou, dat zie je echt gelijk, dat jij dat bent. Lijkt precies. Mm-hmm. Aangenaam. Hoi, Jeroen. Jeroen. Knikkengek. Jeroen. Nou, het is toevallig. Ja, ja. U bent de knikkergek. We hadden de lessen met knikkeren, maar dan kom je dus op heel veel scholen, maar kinderen knikkeren gewoon niet meer. Ja. Dus toen hadden we in 2020 hebben we dit eigenlijk ontwikkeld. Ja. Zeker bij zo'n dag als vandaag, dan heb je gewoon een soort toernooi. Dus anderhalf minuut mag iedereen knikkeren en dan zoveel mogelijk erin. En dan zoveel mogelijk erin? Ja. Ja. En wat is de topscore? Het record staat vandaag op 7. Nou, laten we het dan maar proberen. Ja. Ik wil het ook doen? Ja, ik ga dat record natuurlijk even verbreken. Daar gaan we! Go! Nee. Je mag zo vaak je wil, hè, als je maar binnen die anderhalve minuut. Oh, ze gaan allemaal naar links. Ja, maar die... Ja, het is... Hey, ja, kijk, Kes! Ja, heel goed, heel goed. 6. Ja. Nee. Ja, ik heb stress. Hey. Ja, stress! Nee! Oh, 6! Ja, nou, jij hebt een 6, dus dan mag je naar het bord lopen, mag je je naam op het bord schrijven en dan zet je toch de 6 wel achter. Ja, absoluut, 6, dan sta je nu tweede. Dus dan, tweede van de dag, nou daar doe ik het mee. Ja, maar er komen vast nog meer kinderen, dus je wordt nog wel van, de, van wordt, het bord. Je wordt van het bord gespeeld uiteindelijk. Van het bord afgeknikkerd. Ja, van het bord geknikkerd. Ja. Nou, dan ga ik wel mijn naam opschrijven. Ja, ik zou gewoon een naam opschrijven. Jeroen van Open met 6.